ons. Ja, dank je wel. Hartelijk welkom allemaal op deze prachtige kick-off van Ontwikkel Je Buurt, het hart van de K-buurt. Zometeen gaat Jeet jullie vertellen over wat hart van de K-buurt allemaal aan het doen is. Heel veel van jullie weten dat al, zijn er betrokken. De grote dingen die op stapel staan. Wat we als buurtcollectief allemaal aan het doen zijn om ons te organiseren en de buurt te versterken. Dat willen we allemaal samen doen. Mike gaat vertellen over het Ontwikkel Je Buurt programma. Iedereen, welkom. Ik ben Jeet. Ik woon in Kantershof. En ben al een paar jaar een beetje actief in de buurt. Via een buurtcentrum, Tormelink. Heel veel van jullie zullen dat kennen. En daarna heb ik sinds een paar maanden eigenlijk een beetje actiever betrokken bij Hart voor de K-buurt. Omdat ook het idee en ja, de hoe zeg je dat, filosofie is dat je iets terug doet voor de maatschappij. En dat kan je alleen als je betrokken bent. In die zin, je kan betrokken zijn, maar actief of je wil het helpen met meedenken. In mijn geval is het zo dat ik heel veel probeer te doen. Omdat ik vind dat je dus ook moet kunnen laten zien van je bent bereid om die verandering te brengen. Of te helpen brengen. Maar zo begin je bij jezelf. En wat ik zei, dat je heel veel moet verdragen. Want je komt zoveel op je weg tegen als je dit soort activiteiten doet. Dat je soms wil opgeven. Van nee, weet je, het is genoeg zo, dit is de grens. Ik doe het niet meer. Andere mensen zijn er wel die het gaan doen. Weet je, je bent niet onmisbaar. Maar toch, dat is aan jou hoeveel je kan verdragen en hoe je het wil aanpakken. En gelukkig verkeer ik in de omstandigheden dat ik steeds mensen tegenkom van wie ik wat kan leren. En mij ook wel positief beïnvloeden om door te gaan. Dus dat is alleen maar mooi. Ik zou zeggen, hou vol, ook jullie. Waar mogelijk gewoon proberen mee te doen. In je eigen buurt, klein, wat je kan. En eigenlijk door onszelf te organiseren als buurtorganisatie, wat we nu doen, sta je sterker. Als je alleen iets gaat proberen, dan kan het lukken, maar misschien niet helemaal goed. Ben je met z'n allen en je draagt gewoon die eenheid van we willen dit en je staat erachter, dan bereik je veel meer. En daar hebben we de bijdrage ook nodig van ambtenaren, want jullie zijn niet apart. Jullie zijn ook mensen die in die samenleving zitten, politiek ook. En het gaat niet altijd even goed. En daar zijn burgers voor, dat burgers ook moeten vechten en offers brengen om die politiek te laten zien, om die ambtenaren te laten zien. Nee, het kan ook anders. Ik ben blij dat jullie aanwezig zijn en vooruitkijken en mogelijkheden bekijken hoe wij samen de samenleving beter kunnen maken. Dank u wel. Ik wil graag heel kort even de context schetsen waarin we zijn begonnen. Dit is eigenlijk hoe participatie tot voor kort in Zuidoost werd beleefd. Spreek een willekeurige Bijlmerbewoner aan en noem het woord enquête of inspraak. 9 van de 10 mensen zal de reactie zijn, alles ligt toch al vast. Zover is het al gekomen. In Kralenbeek heb ik het voorbeeld wat het nog wat sterker dit benadrukt. Aan de deur werd gevraagd welke voorkeur je had voor de kleur van de galerijen. En beneden werd al geverfd. Oh, 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 oh.
spreken wil ik. Een van de grote drijfveren van ons was dit plekje. Dit is een plekje en daar zit een trapveldje. De bewoners daar hebben al 3 jaar lang de wens, of langer, om daar een speeltuin te hebben. En iedere keer ging dat ergens een la in en kwam er een andere la, ging er weer open met iets anders, maar er kwam niks van. Er zijn enorme kansen voor buurten zoals wij op dit moment om echt een verbeterslag te maken. En die kans die wilden wij graag als Hart voor de K-buurt met allemaal samen pakken. Dat speeltuintje, dat idee, dat was er al. Kunnen wij het net even zorgen dat het ook gerealiseerd wordt? Ik denk, wij willen gewoon een supportorganisatie zijn voor alle ideeën die jullie hebben. En kunnen we het samen zo beter maken. Wij hoorden van ontwikkelbuurten. En toen was er al een plan om dat geld te gaan besteden. En dat was maar een plan. Dat hebben we ook later gehoord. Maar toch. Toen zijn we eigenlijk, hebben we onze vinger opgestoken. Van jongens, kunnen we dit nu niet eens anders aanvliegen? En zo zijn wij een fase ingegaan. Dat heeft even geduurd voordat het ook op gang komt. Waarbij wij zijn gaan ophalen in de buurt. Wat wil de buurt dan? Want het is leuk dat er plannen zijn. Dan mag je meedenken over de plannen die er al zijn. Nee, maar wat willen de bewoners nu? Waar wij heel zwaar een probleem mee hebben, is als er een uitnodiging komt om naar een zaaltje te komen. Want wat gebeurt er dan? Dan is dat eigenlijk iets, dat is dat een soort hengel. Van wie komt er? En wie komt er dan? Dat zijn toch vaak de krachtige bewoners. Er zijn bewoners die hebben veel cultureel kapitaal, financieel kapitaal, sociaal kapitaal. En die komen wel. Ik woon zelf in deze flat. En we wonen hier met alle rafelrandjes van de maatschappij. En we komen niet. En waarom niet? Omdat we in survival zitten. Omdat onze agenda niet op orde is. Omdat we voor de 3e keer een nieuw telefoonnummer hebben. Zodat de app niet aankomt. En er is van alles altijd mis. En wat je dus ziet, is dat bovenmatig de krachtige bewoners altijd een stem drukken op zo'n wijk. En de kwetsbare bewoners niet. Dus de vraag die Harry stelde aan het begin van dat traject, maar hoe dan anders? Nou, dat is wat we hier nu hebben proberen te laten zien. Omdat we, wat je kunt doen, die kwetsbare bewoners helpen organiseren. Sleutelfiguren, er naartoe gaan, beter luisteren. Dus wij hebben een ander traject ingezet. Niet meer van stel een vraag en kijk wie erop komt dagen. Maar breed luisteren, diep luisteren, het zelforganiserend vermogen verhogen en alles transparant online. En zo hebben we de vraag gesteld, hoe zou jij 610.000 euro besteden? En we zijn naar de mensen toegegaan. Hier staat Jeet op de markt die de winkeliers hebben georganiseerd. De braderie die door Korenhorst is georganiseerd. Daar staat Pieter op het K-buurtuurtje. We zijn bij sportevenementen geweest. We zijn een burendag langs gegaan. We hebben op de markt gestaan. En we hebben de expertsraad geraadpleegd. En de experts, dat is natuurlijk de architect die Bontekraai heeft gemaakt. Maar dat is ook Chris die daarachter zit. Waar is Chris? Het zijn ook de jongeren zelf. Van de speeltuin. Het zijn de gehandicapten, het zijn de senioren. En zo zijn we heel breed die buurt ingegaan. En een speciaal mention voor het platform Gehandicapten Zuidoost. Die een integrale scan hebben gedaan voor de integrale toegankelijkheid voor de kamer. En ik ben daar super trots op. Lisbeth, waar zit je? Lisbeth, ja, helemaal achter. Lisbeth. Ik wil ook even Lisbeth een applaus, want wij hebben echt een spettervette website weten te maken voor dit hele project. We hebben natuurlijk heel veel flyers de buurt in gedaan. We hebben ook de publiciteit opgezocht, van de radio tot de krant. We hebben een buurtetalage omgebouwd, die in het buurthuis zat, tot een soort pop-up store. En we hebben 3 keer per jaar buurtberaad. Wat we ook hebben gedaan, is de sociale kant versterken. Want met dat je praat over een betere buurt, kom je elkaar tegen. En ik wil ook benadrukken dat we in dit proces een enorm goede samenwerking hebben gehad. Zowel met de ambtenaar, met het team van Woon. Die wil ik ook apart daarvoor bedanken. En zo is er eigenlijk op een gegeven moment een hele lange lijst. Komt er dan ergens een lijn, als het tot 610 optelt, dat heet een zaagsnede. En nu hebben we daar voor de transparantie de hele lijst ook opgehangen. Je ziet daar helemaal aan de linkerkant de priolijst waar we het op hebben gesorteerd. Dan zie je de motie. En dan zie je een lijst die met gele balkjes. En helemaal onderaan staat een blauwe lijn. Dat is die zaagsnede. En we hebben naast het speeltuintje komt er dus ook nog een voetbalkooi. En er komt een lichtmast. De schouder die jullie hebben gedaan. Ja. De verbetering voor de minder valide. Dit is licht achter het Henriette Roland Holst. Daar is een heel pad wat heel donker is. En het is bankjes op seniorenhoogte. Rob heeft COPD. Die van Korenhorst naar het winkelcentrum komen 2 bankjes. Een stroompunt gaat krijgen voor beter gaan van zaak. Er is een hele lange wens dat in de donkere dagen het lichter wordt rond de Kameleon.
Dat kun je kerstverlichting noemen, maar eigenlijk gaat het om veel meer op veiligheidsverlichting. Dat gaat er ook om dat we het licht doortrekken tot rondom de metrobaan. Parkeergarage is dat mensen hier oversteken en voor een auto terechtkomen. Dus daar komen we nu hekjes. Voor vrouwen is er nauwelijks ergens een openbaar toiletfaciliteit. Voor mijn deur wordt regelmatig geparkeerd op de stoep. Ronken en dat ik soms echt in de gassen lig. Dus vandaar dat ik gevraagd had om een aantal bakken voor de deur te krijgen. Meer uilenkasten in de buurt te hangen. Om op die manier ook de natuurlijke vijand van de ratten hier binnen te halen. Deze is van een schommeltje nog erbij op de speeltuin die ze al hebben. Ook wat experimenten voor buurtvernieuwing. We hebben bijvoorbeeld 3 hondenuitrentplekken. Dan heb je een hondenuitrentplek, maar dan zetten we er een bankje bij. Sociale cohesie en het ontbubbelen. Klopt, maar dan heb je dus hier die speeltuin, Kaarspelhof. Om prullenbakken langs de fietswandelpaden. En bankje. En Linda kwam met een speciale vraag ook voor een plek voor informele buitenzorg. Dit is een half jaar cliënten informele zorg. We hebben nog wat andere mooie plekken. Ook een voorleestroon-idee. De herensoos, een pergola. Een vitrinebord bij de ingang hebben waarop Kantershof buurtdingen kan zetten. Naast Kormelink, een optrekrek, een stangenpark. Het huisje wat er staat, dat dak, valt uit elkaar. We gaan het iets herschikken, een betere zonering. Maar ook dat er een gemeenschap opstaat die ervoor gaat zorgen. We willen graag een container apart voor opslag. We willen betere belijning van de sportvelden. We willen betere banden. En wat we ook gaan doen is betere bordjes op de sportfaciliteiten en een betere vitrine. Wij weten dat er een wijksportvereniging ideeën zijn. Maar laten we die ook als wijk gaan omarmen. Heet een diversity pad, alle kleuren van de regenboog. Zodat het daar bij die kunstenaars ook eens wat gezelliger wordt. Ik ben Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur hier in dit prachtige stadsdeel. En bijzonder ook verantwoordelijk voor Bijlmer Oost, dus ook voor de K-buurt. Ik moet zeggen, het is een prachtig middag die we hebben hier met elkaar. Een prachtig moment, vind ik. Ik denk dat het laat zien hoe een buurt krachtig kan zijn, een buurt zichzelf kan organiseren. En dat ook weer leidt tot meer saamhorigheid met elkaar. Meer solidariteit met elkaar in de buurt. En dat zijn dingen waar wij ook voor staan. Waar deze nieuwe coalitie voor staat. Waar wij als dagelijks bestuur voor staan. Dat we echt ruimte en vertrouwen willen geven aan buurten, aan buurtbewoners. Om zelf zich in hun eigen buurt je te kunnen ontwikkelen. Voor elkaar te zijn en dingen te kunnen verbeteren. Ik geef een enorm groot compliment aan de organisatie Hart voor de K-buurt, die dit voor een belangrijk deel getrokken hebben. Het geeft ons vertrouwen verder te gaan. We gaan met het plein verder. Dat zal best ook een heel ingewikkeld proces worden. Nieuwe dingen gaan we uitproberen, gaan we fouten maken. Dat is niet erg, maar we gaan het proberen. En ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dank u. Yeah.